Over Den Haag gesproken. De VVD weet nog niet wie moet betalen voor de compensatie van de spaartaks. Ja, de VVD... Een heikel onderwerp. Nou, inderdaad. Ja, nee, de VVD die vindt het veel te vroeg om nu al te zeggen wie de rekening moet gaan betalen. Dat bleek gisteren uit het debat. Het gaat natuurlijk over dat gat dat in de schatkist wordt geslagen. Nu de Hoge Raad heeft bepaald dat een groep mensen onrechtmatig te veel vermogensbelasting heeft betaald. Nou, die mensen die moeten gecompenseerd worden. Dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Maar, zegt de VVD, het is nog veel te vroeg, want we willen eerst duidelijk hebben om hoeveel mensen het gaat, voordat we kunnen zeggen op welke manier dat geld dan betaald moet worden. Het kabinet moet dus besluiten de komende tijd hoe het gecompenseerd gaat worden. Maar de coalitie die is het er dus nog niet over eens. D66 gaf al aan dat ze het alsnog willen ophalen via het belasten van vermogen. En wat hen betreft dan ook degenen die meer verdienen moeten dan ook meer betalen. Ja, dus die coalitie is het niet met elkaar eens. Marieke, kan dat hoog oplopen nog? Nou, je zag meteen wel hoe die verhoudingen binnen de coalitie liggen. Dat dat best op scherp stond gisteren in het debat ook. Verwijten heen en weer, dus ook ChristenUnie die ze verweten, VVD en PvdA, het kabinet toen verkeerde wetten hebben gemaakt. En er zijn ook gewoon heel veel, zijn onderling oneens over de manier waarop ze dit moeten oplossen. En de VVD houdt zich inderdaad een beetje op de vlakte nu. Die willen nog even niet laten weten waar moet het dan vandaan komen. Het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Ja, maar waar moet het dan vandaan komen, Edien? Jij als econoom? Wat... Ik vind het onbegrijpelijk dat we in een land waarin we alle informatie die je nodig hebt om belasting te heffen over werkelijke rendementen, die heb je gewoon. Iedereen krijgt een jaaroverzicht. Iedereen weet en de overheid weet wat voor werkelijk rendement je behaalt. Maar onze ICT-systemen kunnen dat blijkbaar niet aan. En dan ga je het zoeken in aannames, waardoor er altijd mensen zullen zijn die te veel belasting hebben betaald. Waardoor je, en dat is niet onbelangrijk, door het vooruitzicht dat belasting gegeven wordt over een aangenomen rendement, dwing je ook een paar mensen om dingen te gaan doen die ze anders niet hadden gedaan. Ze moeten gaan beleggen om maar voldoende rendement te halen om niet op achteruit te gaan. Dat zijn allemaal hele ongewenste zaken. Ja, maar hoe op te lossen dan? Want dat is natuurlijk nu de vraag. Het begint, denk ik, met het ervoor zorgen dat de Belastingdienst een ICT-systeem heeft dat gewoon dit soort dingen aan kan. De informatie heb je, daar ligt het niet aan. Het ligt gewoon aan letterlijk de juiste computers hebben die dit gewoon aankunnen. En ik begrijp niet hoe we in dit land in staat zijn om het parkeren tot op de minuut nauwkeurig af te rekenen. Maar het heffen van belasting op werkelijke rendementen weer niet. Ja.